Hallo, het is Groenlof van DNP.nl met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik hier met de beste speler uit FIFA 17. Voordat ik verder ga over wie deze speler is, het is wel een beetje kut. Want dit is niet, deze speler is niet voor iedereen haalbaar. Het is sowieso niet voor iedereen haalbaar aangezien het een legend is. En het is ook niet voor iedereen haalbaar omdat hij aan de prijzige kant is. Ik heb dit jaar, voordat ik dus ga zeggen wie het is, echt fucking goede spelers gebruikt. Ik heb Ronaldo gebruikt, ik heb Bale gebruikt. Ik heb natuurlijk Gullit gebruikt, ik heb Suarez gebruikt, ik heb Neymar ook gebruikt, ik heb Bill gebruikt, ik heb eigenlijk alle goede spelers wel. Pelé heb ik nog niet gebruikt, wil ik hem wel gebruiken, maar ik kan me niet voorstellen dat hij beter is dan deze man. Ik heb het namelijk over Alessandro Del Piero. Oh mijn god, wat is deze vent goed. Het is gewoon echt niet normaal. Deze vent kan gewoon echt alles. Hij kan gewoon echt alles. Dit is by far de beste speler in het spel. Ik heb hem in mijn team gezet. En zoals je ziet zit Gullitje nu op de bank. En dat Gullit op de bank zit. Ja, Gullit deed gewoon echt niet meer voor hem. Hij werkt gewoon echt niet meer. En dan moet je soms even veranderen. Dus heb ik Del Piero gekocht. Fucking goed is die. En dat ga ik natuurlijk ook bewijzen door met hem te gaan spelen. Oh, what the fuck. Jongens, moet je even denken dat je een video aan het opnemen bent. En ineens hoor je Mark in je oor, omdat je bijvoorbeeld een video van Mark aanklikt. Oh, ik schrok me helemaal dood. Nee, hij gaat weer aan, what the fuck? Die video's gaan automatisch aan van Mark. Mark heeft mijn computer gehackt. Mark, waarom hack je nou mijn computer? Mark, doe allemaal hashtag Mark, hack mijn computer niet. Mark. In ieder geval is voor deze video een duimpje omhoog. Als we kunnen laten dat het super awesome zijn. Deze man, 7 potjes gespeeld, alle 7 potjes gewonnen. Elk potje dat ik met hem nu heb gespeeld, heb ik gewonnen. Is lekker. Profiel van een legende. Waar heeft hij allemaal gespeeld? Bij Juventus. Hij heeft 19 jaar bij Juventus gespeeld. En 290 goals en 705 wedstrijden. Best lekker. En hij heeft 91 wedstrijden gespeeld voor Italië. Maar in ieder geval, wat stond er nou? Hij dribbelde van de zijkant, kapte aan de rand van de 16 en krulde hem dan vrij in de kruising. Dus stond bekend als de Del Piero zone. Oh, heb ik nog helemaal niet geprobeerd. Misschien kan hij wel fucking goede finesse shots. Ik doe gewoon power shots met hem, want dat werkt ook al fucking goed. Oké, let's go. 2 bar gaan we alsnog gewoon doen. Ik speel alleen maar thuis trouwens. Dat is mijn nieuwe. Ik lief tegen niemand, maar ook niet tegen FUT Founders. Al kwam ik dus net tegen een FUT Founder, had ik bijna van verloren. En die had op elke ding had hij een attribute kaartje. Echt fucking kut. In ieder geval, als je deze video nog een duimpje omhoog hebt achtergelaten, doe het dan zeker. 4000 likes zou helemaal allemaal zijn voor de beste speler uit het spel. Laat vooral ook in de comments achter wat jouw favoriete speler uit het spel is. Die van mij, Del Piero, echt 100%. Al heb ik pas 7 points met hem gespeeld, maakt niet uit. Hij is gewoon echt fucking goed. Nu moet ik het natuurlijk wel bewijzen dat hij fucking goed is, maar ik moet ook gewoon winnen, want het gaat gewoon om de Weekend League. Het is op dit moment 8:30, 's avonds, op zondagavond, en ik moet nog 18 points in de Weekend League. Ik moet dus even een nachtje flink gaan strijden, want ik wil alle Weekend League points wil ik natuurlijk wel hebben. Daar gaan we dan. Oh, zo. Oh, daar is hij hoor, daar is hij, Del Piero. Oh, ja, oh, en loopt nu meteen zijn mannetje voorbij. Dat precision dribbling, mensen. Ik ben het nu een beetje aan het aanleren en het is zo ongelooflijk overpowered. Pizek is eigenlijk helemaal niet zo goed, hè. Eigenlijk is hij net een tikkeltje te traag. Hij heeft 79 pace volgens mij, maar voor mij had hij in FIFA 15 of FIFA 16 had hij 86 pace. Dat was echt lekker. Oh, fancy. Oh, Del Piero. En dan schiet hij hem. Doodzoekte. En hij raakte hem hier nog verkeerd, hè. Als hij hem lekker had geraakt, was er zeker een goal geweest. Oké, hij gaat blijkbaar wisselen. Dan gaan wij ook wisselen. Halen we Castrootje eruit. Ik op Gullit erin. Is een prima wissel. Is gewoon een prima wissel. Gullit is natuurlijk nog wel goed. Maar op Cam, hij heeft gewoon net niet die lekkere dribbel, weet je wel. En die heeft Del Piero wel. En daarom vind ik Del Piero zo fucking goed. Kijk, Del Piero, hop, hier zo. Hop, is hij gewoon rustig lang. En dan, zo. Oh, scheids. Dat mag dan niet zomaar. Scheids, dat moet een rood kaartje zijn. Ja, dank u. Dat willen we zien. Dat is gewoon terecht. Ik moet zeggen, ik neem altijd mijn vrijtrap met Gullit, want Gullit is echt fucking goed in vrijtrappen. Misschien is Del Piero het ook wel, laten we het dan gaan testen. Ik ben dit jaar oprecht best goed in vrijtrappen. Even kijken, hoe heeft hij een beetje goede stats? Laten we toch maar voor Gullit gaan. Komt die Gullit, boom, hangen. Het is gewoon altijd hangen met Gullit. En wat is dit weer een werelddoelpunt? Het is niet normaal. Gullit zijn vrijtrappen zijn wel voor mij echt, unbeatable. Er is niemand die betere vrijtrappen heeft dan Rudy Gullit. Kijk dan, dit is toch, die zit er toch best wel lekker in. Kan je linksom of rechtsom? Die zit er gewoon lekker in. Nee, niet weg. Dat Del Piero nog steeds de beste speler is. Del Piero zorgt er gewoon weer voor dat zijn speler een rood kaartje heeft. Waardoor dit gewoon een easy win is in de Weekend League. Dat we naar 8 overwinningen op rij gaan. Ik ga dus nu 18-7. Want ik ging 12 om, was het 11 om? Ik weet niet meer precies. Maar ging ik 11 om 7. Echt fucking slecht. Toen kocht ik dus Del Piero. Nou, sindsdien is het bergopwaarts gaan. Kijk dan, ze kunnen de bal gewoon niet afpakken en dan gaat hij hier gewoon tussendoor. Het is echt genieten. Dribbelen met hem is zo lekker. Oh, jammer. Ja, 6 man, eentje te veel. Maar dribbelen met hem is zo ongelooflijk lekker, jongen. Oh, jammer. Het is zo lekker. Maar ik moet wel even opletten dat ik niet echt alles met hem ga doen. Want die neiging heb ik nog wel eens. Dan heb ik over een speler die fucking goed is en dan wil ik alleen maar met hem dingen doen. Dat is natuurlijk ook wel logisch. Moet ik wel even opletten, want dat is natuurlijk, daar ga je echt veel minder van spelen. Ik ga ook volgende week, want volgende week moet je in de Weekend League moet je natuurlijk zo'n speciaal team hebben. Dan moet je een team hebben met 3 nationaliteiten.
Paas ik bijna mijn eigen goal. Moet je teamen met 3 nationaliteiten maximaal. Dus dat ga ik denk ik doen. Duits, Italiaans. En dan denk ik... Ja, dan denk ik toch BPL. Dan denk ik BPL. En dat ik dan Aguero en Dybala... Nee, BPL, wat zeg ik nou? Argentijns. En dan doe ik... Ik denk Aguero en Dybala voorin. Is een uitstekend paasje. En dan gaan we hier gewoon door. Moet ik met Aubameyang een triple tap doen. En dan... Helemaal kut. En dan... kijk, dan ga ik dus het team doen. Neuer op goal natuurlijk. Boateng. En dan op rechtsback Laam. Ja, je moet natuurlijk een Duitser. Misschien doe ik wel... Nee, Laam is op zich wel goed. Hij is wel een beetje traag. Natuurlijk nog trager dan Piszczek. Maar maakt ze niet uit. Hop, neerhalen. Dank u. En dan aan de andere kant Chiellini. En ja, dan moet ik nog een linksback hebben. Die moet dan... Ja, dat is helemaal kut. Ik moet een Italiaanse linksback. Ik weet niet of die er zijn. Italiaanse linksbacks. Nou ja, dan moet ik op middenveld. Kadira op CDM. Ja, en dan weet ik niet wat we centrumis moeten worden. Nou, eentje maakt natuurlijk niet uit. Want dat mag Serie A zijn. Dus dat mag Marquisio zijn. Al is die fucking slecht. Dus dat ga ik zeker niet gebruiken. Maar zou kunnen. Hé, die Matip, jongen. Matip maakt mijn leven zuur. Del Piero. Boom! Oh, was lekker geweest. Oh ja, trouwens, de corners van Del Piero zijn ook echt fucking goed. Kijk, dan gaan we hier. Doen we even eerst paal. En dan komt dan Auba. En Auba. Kee dan! Was niet op best. Is goed gedaan door Del Piero. Uitstekend balletje. En dan gaat Auba rennen. Auba, laatste tijd. Ik ben niet heel tevreden over hem. Ik vind hem echt niet zo heel goed. Dit doet hij wel goed. Goede voorzet. En dan is het 2-0 door die ballen. Wat gewoon lekker is. Ja, deze is natuurlijk niet zo heel moeilijk meer. Aangezien jij natuurlijk met 10 man staat. Maar dit is een uitstekende aanval. Die ballen is natuurlijk wel lekker. En het is ook nog eens een first owner. Die ballen, wat ook wel leuk is. Ik heb die ballen gepakt tijdens Black Friday. Ik heb natuurlijk ook Auba al gepakt dit jaar. Maar ja, dat was echt aan het begin. Dus die heb ik verkocht. Oh, uitstekende aanval. En dan, ja, ik weet niet wat ik doe. Ik ben een tramp of zo, omdat ik dacht het wordt een mooie goal. Een mooie uitgespeelde aanval. Ja, met 3-0 lieve mensen meestal wel, is ook zo, hè. Want 3-0 is Jantje, dan moet er gewoon geliefd worden. Zo niet, dan ken je gewoon niet de FIFA-regels. En hier komt Auba en het is 3-0. Let's go. En hij is geliefd. 3-0 zijn FIFA-regels. Ja, precies, kijk, dat bedoel ik dus. Oké, op naar het volgende potje. Ja, dit was prima. Dit was echt uitstekend. Let's go. Oké, we hebben een tegenstander, Unwritten. Hij komt uit februari 2012 en hopelijk kan ik deze wedstrijd winnen. Wat is zijn team? Unwritten. Scoot. Oké, dit is zijn team. Ja, hij heeft een best leuk teampie. Hij heeft best hoge rating. Hij heeft, ja, best een goed team. Modric is goed. Matuidi is goed. Ben Arfa is fucking goed. Griezmann in een 1-spits systeem. Weet ik niet zo. Di Maria vind ik persoonlijk fucking slecht. Nu ik dat heb gezegd, scoort hij 100% zeker 1 keer tegen mij. Ja, laten we maar gaan winnen gewoon. Oh, Del Piero. Oh. Kijk hoe hij daar weer langskomt. Is niet normaal. Hop. Dan gaat Rijkaard. Uitstekend. Kijk, dat is gewoon het voordeel. Die Del Piero is gewoon een complete 10. Een complete nummer 10. Nee, hou hem tegen. Hou hem tegen. Ik herhaal. Lekker Neuer. Oh, kut. Oh, wat kut, ja. Oh, oké. Prima. Ik had controle al neergelegd. Ik was al verdrietig omdat ik het zelf gewoon verneukt had deze keer. Maar uitstekend, prima. Mensen, je moet natuurlijk wel bedenken. Je denkt, Koen, je noemde best bij het spel. Maar je hebt gewoon niet 5 keer achter elkaar met hem gescoord. Dit potje. Nee, dat klopt. De reden daarvoor. Het is een weekend league. Weekend league is gewoon lastig. Del Piero. Oh, kut, sorry. Waarom ligt mijn verdediging zo open? Oh, mooi hakkie. Mooi hakkie. Een hakkie in de lucht. Heb ik nog nooit gezien. Piero. Oh, ik dacht dat hij erin zat. Ja, en ik moet zeggen dat hij goed is en hij heeft nog geen goal gemaakt. Wat een kneus. Je zag wel al 7 wedstrijden, 8 goals, 3 assists had hij ofzo. Maar tot nu toe is het gewoon helemaal kut. Gaan we links? Ja, rechts. Gaan we hier langs? We gaan schieten. Boom. Nee. Dit is echt een kutzooi. Hij mist bijna de tramp. Wat echt heerlijk was geweest. Kijk, ik tramp ook. Maar als je tramp mist, met name als je tegenstander een tramp mist, dan is dat gewoon echt fucking lekker. Het feit dat de bal via de paal, via de andere paal erin gaat, is dan wel weer lullig. Dan spelen allebei gewoon kut. Dus ja, niks op aan te merken. Al heb ik wel natuurlijk wat kansjes gehad, maar ik moet ze gewoon afmaken. Het is tijd voor... excuusjesuur. Ja, maar dat duurt niet echt een uur. Maar toch wel even excuses. Ja, ik speel natuurlijk live. Live Weekend League is natuurlijk lastiger dan als je natuurlijk vol in concentratiemodus kan gaan. Dat is natuurlijk zo. Daarnaast lagt het ook wel een klein beetje. Ik heb wel een beetje last van button lag. Daarnaast heb ik ook een nieuwe controller. Dus nou, ik heb mijn controller nog niet helemaal ingespeeld. Del Piero, ja. Nee, buitenspel. Ah, dikke loel. Ik mis hem ook nog. What the fuck? Ja, omdat ik natuurlijk nu de titel aan heb gegeven. Beste speler van FIFA 17. Ja, is natuurlijk ook wel zo dat ik alleen maar met hem wil spelen. Wat natuurlijk niet ten goede komt aan je prestaties. Heb ik nog meer excuses? Niet echt. Nee, niet echt. Niet bepaald. Niet bepaald veel excuses meer. Excuses zijn op. Hey, ref, dat is overtreding. Ja, oh ja, de scheid is ook nog eens tegen mij. En dat helpt gewoon niet mee in zulke wedstrijden. Ben ik gewoon eerlijk in. Hoe hij die bal ook weer meekrijgt. Helemaal niks zit mee. Alles zit tegen. Het leven haat mij. Oh, dat is uitstekend gaan met Del Piero. Del Piero op de volley. Ja. Dat is gewoon zou een hele goaltje geweest zijn. Maar ja, dan moet je soms gewoon dat geluk hebben. En dat heb ik gewoon niet het potje. Je ziet het duidelijk. Ja, er komt weer een corner counter. Oh, nee, komt niet. Oké. Ref! De ref! De ref! Je ref!
What the fuck? 100% penalty. 100% penalty. 200% penalty. 200% penalty. En ik krijg hem niet. En dan de counter erop. Krijgt hij waarschijnlijk een grote kans? Nee, oké, dat is niet waar. Oh, kut. Oh, kut. Ik verneuk het. Nee, ik heb verneukt. Ik heb verneukt. Lekker boteng. Goed opgelost. Ha. Oké. Ik had eigenlijk verneukt, maar toch uiteindelijk nog goed gaan. Ja, Del Piero. Boom! Let's go! Del Piero met zijn links. Ik heb geen links of rechts, maar hij heeft 5 weekend, dus maakt niet uit. Elk been met hem is prima. Goeie dragback van Dybala. En Del Piero met zijn links. Heerlijk binnengeschoten. Lekker. Del Piero doet het. Ja, dit is ook gewoon fijn voor mezelf. Omdat het de beste speler uit het spel is. En het is echt zo. Maar Weekend League is gewoon wel pittig. En dit is gewoon een pittig tegenstander. Uh-oh. Probleem. Groot probleem. Uitstekend Boateng. Oké, en nou is het tijd om even te gaan counteren. Maar ik kom er niet uit. What the fuck? Del Piero! En dan staat mijn eigen fucking speler in de weg. Ja, daar word ik gewoon naar van. Daar word ik echt naar van. Helemaal kut. 1-1. Niet blij mee. Wie ga ik eruit halen? Ja, ik wil eigenlijk Asamoah eruit halen. Want ik wil even Kante erin zetten. Ja, ja. Del Piero. Wat doe ik? Waarom doe ik dit? Kom, Del Piero. We hebben nog een corner. Dit is nog een goede kans. Een corner. Komt-ie. Boom. Naast. Het is afgelopen. We gaan penalties nemen. Als ik dit verlies, wil ik echt dood. Oké, we hebben de Pal of Dreams. En ik mis mijn eerste penalty. Oké dan. Ik heb ze gezet. Ik heb nog nooit een penalty verloren. Oh mijn god, hij kan nog penalties nemen ook. Ik ga helemaal dood. Prima, oké. Eerste penalty gescoord. Nou, niet de eerste, maar de tweede wel. Ja, hij kan echt fucking goed penalties nemen. Ik ben echt genaaid. Oké, let's go. Volgende penalty is ook binnen. Kut, sorry. Ik stond te veel naar links. Dan had ik hem misschien wel gehad. Hij stond te volgende ook. Ik heb verloren. Als ik... Deze gast kan gewoon veel te goed penalties nemen. Ik ga gewoon verliezen. Ik verlies? Nee! Oh mijn god, ik verlies. Ik verlies met de beste speler van het spel. Ik ben genaaid. Mensen, ja, ik heb mezelf weer wel flink verloren gezet, maar het maakt me niks uit. Hij is echt de beste speler van het spel. Ik ben genaaid in dit potje. Ik had het potje gewoon moeten winnen. Ik heb het niet afgemaakt en dan is het gewoon helemaal kut. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als je het leuk vindt, zeker niet te liken. Morgen komt natuurlijk weer een Futter of Challenge video aan met Rob. En ja, als je dan hier klikt, hier zo, ja, hier, dan kan je op mij abonneren. Klik hier, zie je mijn video van gisteren waar ik mijn controllers loop. En lachen. Klik hier, dan zie je een andere leuke video van mij. Ga zeker kijken. In ieder geval, ik hoop dat je deze video leuk vond. Als je het leuk vindt, zeker niet te liken. En zeg ik, laat je vooral abonneren de volgende keer. Doei. Later. Dit is toch kut? Ik had het gewoon moeten winnen. Ah, kut wel.